Maandagavond live. En het is alweer 8:10. En wij gaan naar onze tweede gast van deze avond. En dat is onze eigen boswachter, Amy Zeeman. Goedenavond. Ja, goedenavond. Dag, Amy. Goedenavond. En hoe is het met Amy? Ja, goed. Ja. De kerstvakantie is begonnen, hè? Ja, ja. Jij hebt nu zelf ook kerstvakantie. Ik heb nu zelf ook kerstvakantie, dat klopt. Dus we zien jou nu 2 weken niet in het bos. Jawel, juist wel, toch? Met je vakantie ga je het bos zien. Mijn collega's die zullen het bos bewaken in mijn afwezigheid. Nou, gelukkig maar, want ik denk van nu loopt het ineens het bos helemaal onbewaakt. Ja. Dat snap ik. Ja. Hey, we zouden even bellen van wat is er allemaal te doen in de kerstvakantie? En daarbij heb je ook nog een andere oproep natuurlijk, maar vertel eens, wat is er allemaal te doen? Ja, nu corona natuurlijk de grotere lockdown heeft plaatsgevonden, zijn er dus heel veel winkels, ook onze buitencentra's natuurlijk gesloten. Ja. En wat je heel erg merkt is dat mensen natuurlijk veel meer de natuur ingaan. Maar ja, wat valt er eigenlijk allemaal te beleven in onze eigen bossen in Flevoland? Want wat wij vooral merken is dat vooral de populaire gebieden, zoals bijvoorbeeld de Veluwe, super druk bezocht worden. Terwijl om de hoek ook een hoop te beleven en te zien is. Ja, ja. En, maar goed, in Lelystad heb je natuurlijk het Belevenissenbos, wat superleuk is voor kinderen. Dat kennen jullie vast allemaal wel. Zeker, zeker, ja. Maar het Hollands Hout is zeker ook wel het benoemen waard. Dat zit bij de Oostvaarderspassen in de buurt. Ja. En dat bos, daar wordt al de afgelopen paar maanden, / jaren, al best wel hard gewerkt om het gebied nog aantrekkelijker te maken, ook voor dieren en vogels. En er is een heel waterpartijenplas aangelegd midden in het bos. En daar is een 10 kilometer wandelroute doorheen aangelegd. Dat heet ook wel de Dodaarspad. Mm. En dat loopt dwars door het Oostvaardersveld en het Hollands Hout heen. Nou, als je zegt van 10 kilometer, dat is wel een beetje te veel. Ik wil liever wat kleinere natuurwandelingen maken. Dan kan je ook de Wielendaalroute lopen in het Hollands Hout. En die ligt echt volledig alleen maar in het Hollands Hout. Dus 4 kilometer lang. Oh, anders moet je steeds die knuit eigenlijk over, hè? Dat zie ik tegen op, hoor. Ja. Ja, Ger is op leeftijd. Ja, dat snap ik, ja. Je hebt ook nog hele korte routes. Ja, zeker. Je hebt ook hele korte routes. Zowel in het Hollandse Hout heb je een aantal routes. Je kan altijd even op de website kijken van Zuidbosbeheer. Er zijn ook alle routes aangegeven met de kaarten. Maar als je nou iets verder weg naar een bos wilt, dan kan ik Spijkbremenberg aanraden. Dat ligt in Biddinghuizen, bij Wadering daar in de buurt. Okay. En daar heb je het Laarzenpad. En dat is eigenlijk wel een hele leuke route om ook met kinderen te lopen. De naam zegt het al, trek wel je laarzen aan. En die route is 2,2 kilometer. Oh, dat is voor Ger. Oh, nee. Ger is wel kleiner afstand. Nog kleiner, ja. Dan moet je tot het al als hout is. Daar hebben ze zelfs voor een kilometer nog een route. Nou, dat is niet een Albert Heijn meer. Ja, precies. Oh ja. Nee, hartstikke leuk hoor. Dus er is genoeg te doen. Er is een hoop te doen. En nog één klein dingetje. Als je op de website van natuurwijs.nl kijkt. Ja. Als je leuke activiteiten zoekt voor je kinderen in de natuur. Die je ook gewoon kan doen zonder dat je een heel buitencentrum nodig ervoor hebt. Met educatiedoeleinden. Dan kijk je even op natuurwijs.nl. En daar staan honderden opdrachten voor kinderen in de natuur op. Die je gewoon kan downloaden met zoekkaarten. Nou, van alles staat erop. Dus dat is zeker een aanrader. Ja, nou leuk. Hartstikke leuk. En hebben jullie het nou in het bos drukker nu dat alles gesloten is? Ja, je merkt wel echt een toename. Dus vanaf het moment dat corona begon natuurlijk, dat er echt een toename is aan drukte in onze boswachterijen. Maar vooral nu, als het een mooi droog weer wordt deze kerstvakantie, dan verwacht ik een hoop mensen in het bos. Ja. Ja, je kan ook niet zoveel anders op dit moment. Nee, precies. En met kerst hebben ze natuurlijk wel wat droger weer beloofd. Dus ja. Daar gaan mensen er toch op uit als je de hele dag natuurlijk al binnen zit. Ja. Ja. Zijn er ook speciale regels? Ja, gewoon de huistuin- en keukenregels natuurlijk. Ruim je rotzooi op en dat soort dingen meer. Ja. Maar moeten er in coronatijd andere regels ook in het bos? Nou, de regels van de RIVM die gelden gewoon ook in het bos. He, dus er is op dit moment een max aan 2 man buiten op gezinnen en kinderen jonger dan 12, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Uitgezonderd. Maar anders, als je zeg maar jij in een buurvrouw of een buurman gaat wandelen, dan is het jullie tweeën alleen maar die mogen wandelen. En dan wel op 1,5 meter afstand. En die afstand moet je ook bewaren met andere
bezoekers. Ja, ja, goed, laten we hopen dat iedereen zich gewoon netjes aan de regels houdt en maak er geen zootje van. Ruim gewoon, als je wilt picknicken, leuk, maar neem ook gewoon die rotzooi weer mee. Geen mondkapje. Ja, vooral die mondkapjes. Ja, precies. Ja. Daar hebben jullie daar veel last van? Nou, je ziet het wel steeds meer inderdaad. Dat vooral in de stedelijke bossen, dat daar echt wel een hoop met de wind ook naartoe waait. En nou goed, als je in de stad sowieso gaat kijken, dan vind je ze natuurlijk overal wel op straat. Je komt vanzelf al een keer in de natuur terecht, dus dat is echt zonde. Ja, het raar is dat mensen dat niet gewoon opruimen. Ik snap dat niet. Nee. Zijn wij dan te simpel die we denken van als je mondkapje, gooi je het gewoon netjes toch weg? Ja, maar, je zou het denken, maar helaas. Helaas. Maar goed, Amy, je hebt ook nog een ander leuk iets. Dat heb ik namelijk gezien op jou. Wij volgen jou van maandagavond live, Ger en ik ook. Heel goed. En jij hebt nog iets leuks te melden. Ja, ik mag 3 staatsbosbeheer winterpakketten verloten. Ja. En in zo'n winterpakket zit echt van alles van decoratiemateriaal voor in huis, ook voor kinderen, tot een lekkere warme wintermuts van de grote 5. Een dopper van Staatsbosbeheer, allemaal magazines om te lezen. En ik heb er vandaag nog een aantal natuurbingo's van mezelf aan toegevoegd. En nou goed, het is een heel leuk pakket. En ik mag er daar dus 3 van verloten. Nou, 2 ben je er ook kwijt hoor. Het verloten, hè? Oh ja, oh, het is voor kinderen. Nee hoor, het is voor allemaal. Nee, iedereen mag meedoen. Ja, okay. Iedereen mag meedoen. Nou. En ze worden gewoon naar je thuis toegestuurd. Dus als je nog mee wilt doen, ik ga ze morgen verloten. Maar dan moet je even een reactie plaatsen op mijn social media. Nou, doe na de uitzending, geef ik je even mijn adres. Maar er moeten niet te veel mensen meedoen, anders maken wij geen kans natuurlijk. Geen kans, nee. Ja, de loodjespot zit al aardig vol. Ja, daarom. Het wordt een goede trekking, denk ik. Ja, het wordt een eerlijke trekking ook. En dat vind ik wel heel leuk, want je gaat het live, neem ik aan, doen op je social kanalen. Ik ga het in ieder geval filmen. Ik weet nog niet of het live is, maar ik ga het in ieder geval filmen. En er komt inderdaad een video op de social media kanalen, waarin dus de loodjes ook getrokken worden. Nou, hartstikke leuk. Hoe laat ga je dat morgen doen? Begin van de middag zijn. Oké, nou ja, goed. Ik blijf de hele middag thuis om het pakket te ontvangen. Ja, 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 ik ook. Ja. En brengt Staatsbosbeheer het persoonlijk langs of niet? Nee, het wordt wel opgestuurd. Dus ga er maar vanuit met de huidige drukte de eerste week van januari. Ja. Nee, hartstikke leuk dat jullie dat doen. Het is altijd helemaal in deze tijd is het hartstikke leuk. Ja, even iets. Precies. Zo is het. Hey, dankjewel. Wij gaan jou een fijne vakantie wensen. Ja, een hele fijne feestdagen. Een fijne feestdagen. En wij spreken elkaar zo na misschien eind januari zo'n beetje weer. Hartstikke leuk, gaan we doen. Maak er wat moois van. En wie weet spreken we elkaar. Hele fijne dag, Amy. Bedankt weer. Doei. Doeg. Dag.